Oh, sorry, Leon. Nee, is niet erg. Sorry. Heb jij toevallig Diego gezien? Nee. Oké, toch bedankt. Hey, alles oké? Met mij? Ja, ja, het gaat. Met mij gaat het prima, niks bijzonders. Francisca. Rustig maar. Ze komt ooit wel weer terug. En bovendien zijn er genoeg manieren om contact te houden. Ja, er zijn wel duizend manieren. We kunnen proberen contact te houden, maar het zal toch anders zijn. Ik kan er niet tegen jou zo te zien. Weet ik. En daar wil ik geen misbruik van maken. Ik wil het niet nog ingewikkelder maken. Ik zou... Nee, je maakt het niet ingewikkeld. Na een knuffel voelt ons altijd beter en... Ja, dat is nog steeds zo. Het is logisch. Ook al zijn we nu uit elkaar... Ja, wij begrijpen elkaar beter dan wie dan ook. Ja, dat is waar, maar... na een knuffel van jou voelde ik me altijd beter. ik ga maar weer, Leon. Op zoek naar Diego. Ja, en waarschijnlijk is... Lara op zoek naar jou. Of niet soms. Ja. Ja. Het spijt me dat alles zo... Pardon, ik ben op zoek naar Ornello, een nieuwe leerling van me. Ik geef hem lessen contrabas. Ze hebben hem niet gezien. Wat is er met je? Denk je aan Fran? Kunnen we even pauzeren? Bedankt, super, bedankt. Is er iets? Ja, maar niet echt. Wat bedoel je daarmee? Het is heel moeilijk uit te leggen. Het is alsof... Ja, ik weet het. Ik vraag me ook voortdurend af wat Francisca nu zou doen, maar... Oké, vertel maar wat je dwars zit. Oké, we voelen ons allemaal rot door wat er gebeurd is met Francisca. En toen ze weg was, hoopte ik dat Diego me misschien kon troosten. Maar ik zag hem niet. En toen botste ik op Leon. Leon, nee, ja. Wat, kregen jullie ruzie? Nee, nee, integendeel zelfs. Hoezo? Hij keek me aan en hij begreep me. En toen nam hij me in zijn armen. En op dat moment had ik het gevoel... Ken je dat gevoel dat alles gewoon goed zit en dat alles perfect loopt? Ja, ik snap wat je bedoelt. Ik wil niet opnieuw beginnen met Leon. Dat kan niet, dat weet ik. We komen nooit meer samen en dat moet ik aanvaarden. En ik moet gewoon wachten tot die grote liefde en die diepe gevoelens voor hem voorbij gaan. Maar ik weet niet... Je hoeft je niet rot te voelen, want je volgt gewoon eerlijk je gevoelens. Je zoekt het geluk en dat verdien je. Ja. Als je het mij vraagt, is Diego het probleem, hè? Je doet het niet slecht zonder Francisca. Nee, met Diego gaat het prima. Het gaat goed en ik voel dat mijn gevoelens voor hem langzaam sterker worden. En, geef toe, je houdt niet van hem. Ja, toch wel. Ik, nee. Ik geef heel veel om hem, dat is hetzelfde. Nee. Jawel. Dat is niet hetzelfde. Of het is liefde, of het is geen liefde. Ja, maar het is allemaal zo snel gegaan. Diego is heel goed voor me. Maar ik voel dat... Dat hij me nooit zou kunnen begrijpen zoals Leon. Doe rustig aan. Neem je tijd maar. Ja. Zulke dingen hebben tijd nodig. Denk je? Ja. Zal ik je eens wat zeggen? Ja. Geef niet op. Laat alles wat er gebeurd is los. En doe wat je het liefst doet. En dat is zingen. Je hebt gelijk. Ik kan je nooit genoeg bedanken. Dat is graag gedaan. Ik hou van je. Ik ook van jou. Nee. Niet weggaan. Nee. Als je weggaat, voel ik altijd zo'n leegte. Dank. Concentratie, ja? Violetta. Ik ben er klaar voor. Ben ik klaar voor. Begin maar. Weet je wat? Het lied is sterk door zijn eenvoud. Maak het niet te ingewikkeld. Je kent het uit je hoofd. Je hebt het wel 100 keer gezongen, dus twijfel niet. Oké? Probeer de boodschap over te brengen, dat is het belangrijkste. Ja, mijn gedachten dwalen voortdurend af van het een naar het ander en daarom lukt het niet. Maar nu gaat het alweer. Zeker weten? Ja. Er is iets, maar het is niet belangrijk, echt. Wil je erover praten? Nee, het is echt niet zo belangrijk. Nee, het is wel belangrijk. Het is belangrijk en ik moet het vertellen. Oh. Ik snap het niet, want eerst dacht ik dat alleen hij zoiets kon, begrijp je? Maar de ander kan dat blijkbaar ook. Ik snap het niet. Wie kan wat ook? Hoe is het mogelijk? Wat bedoel je? Dat ze het allebei kunnen, snap je? Dat ze wat kunnen? Angie, ze begrijpen me allebei. Ze kunnen allebei mijn gevoelens lezen.
Ik snap er niets van. Ik zie niet in wat er zo bijzonder aan is dat die twee iets zouden kunnen wat eigenlijk iedereen zou moeten kunnen. Wat zeg je nou? Wat bedoel ik? Luister, wat? Dat is nou precies wat ik wil weten. Dit is ongelooflijk. Ik sta er gewoon versteld van dat mijn eigen tante me niet begrijpt en dat hij en hij me wel begrijpen. Ik weet het, ik ben je lievelingstante en de beste tante ter wereld, maar ik snap je niet omdat jij jezelf niet snapt. Nee, ik snap het niet. Zie je wel? Wacht, weet je wat het is? Wat? Sinds vandaag weet ik dat ze allebei een optie zijn. Nee. Nee, echt niet. Ik had zo gehoopt dat je het zou snappen, want zelf begrijp ik er niks van. Kunnen we morgen verder gaan? Morgen verder gaan met de les of het gesprek? Ik bedoel het serieus. Des te beter, ik ben ook serieus. Oké. Ga dan maar als jij dat wil, of blijf. Doe maar wat je wil. Of we gaan morgen verder, of we gaan nu door. Wees duidelijk, je bent in de war, Violetta. Oh, nu is het weer mijn schuld. Precies. Ja, ja. Is dat niet duidelijk? Ongelooflijk. Ik kan er niet tegen je zo te zien. Kom binnen. Sorry dat ik zo laat langskom. Maakt niet uit. Je moeder heeft me binnengelaten. Ze zei dat het geen probleem was, dus ik dacht ik loop maar. Nee, kom erin. Het verbaast me zo je hier te zien. Nou, kijk, ik liep hier door de straat en... ja, ik volgde mijn instinct. Ik moest gewoon aanbellen. Ik weet ook niet waarom, maar... Je instinct. Gaat het wel? Het is ongelooflijk hoe traag dagen voorbij gaan, maar toch... Maar toch gaat de tijd zo snel voorbij, vind je ook niet? Ik snap het niet. De tijd verstrijkt, maar ik kan je niet vergeten. Wat wil je zeggen? Ik zeg gewoon wat ik voel en wat er met me gebeurt. Violetta, wij... Nee, wacht. Luister even. Ik zoek mijn grote liefde. Iemand die mijn hele hart vervult. Iemand die ik kan vertrouwen, zonder twijfels. Ik hoopte dat die liefde jouw naam zou dragen. En dat wil ik nog steeds, denk ik. En daarom heb ik een duidelijk antwoord van je nodig. Want ik wil dit niet nog een keer doormaken. Hoezo? Wat dan? Twijfelen tussen twee jongens. En als mijn hartje niet kan vergeten, dan moet mijn hoofd een oplossing vinden. Maar eerst wil ik een antwoord. Ik wil het je horen zeggen. Wat moet ik zeggen? Dat weet je wel. Zeg maar. Wat wil je horen? Ik wil weten of wij samen nog een kans hebben. Of dat ik je voor altijd moet vergeten. Ik snap het al. Nee, Violetta, wacht even. Nee. Dat betekent dat die twee dingen niet naast elkaar kunnen bestaan in één ruimte, volgens de kwantummechanica. Het is geen persoonlijke raad die ik je wil geven. Gaan we nu grappig doen? Ja, dat was de bedoeling. Jij gaat het leuk doen en ik moet lachen om je grappen. Een klein beetje maar. Is toch leuk? Wat belangrijker is, ik heb een oplossing. En? Heb je gekozen tussen die twee? Angie. Wat? Het gaat helemaal niet om de keuze tussen twee jongens. Echt niet. Prima. Nee. En tussen Leon en mij is het afgelopen. Het is klaar. Over en uit. Het is gewoon zo. Het is uit en dat moet ik accepteren. Waar of niet? Weet je wat ik denk? Je probeert jezelf te overtuigen, maar je hebt nog steeds sterke gevoelens voor Leon. Maar goed, als je het zo zeker weet. Nee, ik moet het nu echt achter me laten. Ik heb geen andere keuze. Zo is het nou eenmaal. Maar dit zal Violetta niet leuk vinden. Wat staat hier? De motorcrosser is blij met zijn nieuwe sponsor en de goede verhouding met het hoofd van zijn technische ploeg. Wat doen jullie? Niks hoor. Nee, niets. Wat doen jullie? Niks. Nou, blijkbaar niks. Wel. Jullie zijn toch met z'n drieën een tijdschrift aan het lezen? Oh ja, dit tijdschrift. Ach ja. Ach, waar komt dat vandaan? Alsjeblieft. Ja. Leon. Leuk voor hem. Leon poseert voor zijn... Dat is geweldig. Het gaat echt goed met hem. En in de volgende pagina. Ja. Het spijt me. Ik ben gewend daar te pesten. Het flapte eruit. Ja. Oh. Nee, geen punt. Ik heb er echt geen problemen mee. Echt niet. Het doet me helemaal niks. Nee, doet me niks. Het raakt me niet. Geen probleem. Alles is goed. Ik heb genoeg aangericht. Hier, vergeet je tijdschrift niet mee te nemen. Ja, natuurlijk. Ja. Ik ben plots een fan van motocross geworden. Oh, ja. Tengo fuerza de león. Solo busco una razón. Qué oportunidad.
festival. Tonight, tonight, tonight. Straks gaan we weer verder met dat stukje. Dan gaan we helemaal uit ons dak. Violetta is hier, waarom? Nee, we zien elkaar later wel, hè? Ja, ja, ja. Geef me de vijf. Wat een schatje, hè? Hey. Dag jongens. Ik wil niet storen, dus ga maar verder. Ik kom gewoon een gitaar halen en dan ga ik weer. Ga je die gebruiken? Ja, hoezo? Is er iets mee? Nee, helemaal niet. Maar misschien klinkt de nieuwe gitaar van Diego beter. Sorry, wat zei je? De gitaar van Diego klinkt misschien beter. Wat is er, Leon? Niks. Ah, nu snap ik het natuurlijk. En nu je het zegt, schiet me iets te binnen. Het was echt een hele mooie foto met Lara. Echt waar, jullie kijken heel verliefd en... Ik ben blij voor je. Ben je jaloers? Ben jij dat? Ik snap niet, Leon, dit gesprek heeft geen zin. Ik ga maar weer, dan kun jij verder spelen. Jij bent niet zo zeker van je zaken? Tuurlijk ben ik daar zeker van. Ik ben met Diego en jij bent met Lara. En iedereen is gelukkig, toch? Dat is wat we wilden. Waarom raakt die foto hier dan zo? Want het is maar een publiciteitsfoto. Raakt het mij? Het raakt ons blijkbaar allebei. Misschien is het omdat... Omdat we nog niet zo lang uit elkaar zijn. Misschien moet het nog wennen. Denk je dat we nog van elkaar houden? En dat we elkaar daarom niet met een ander willen zien. Waar stuur je op aan, Leon? We zijn uit elkaar omdat jij dat wilde. We zijn uit elkaar omdat jij dat wilde. Nee, ik was bij jou thuis en toen zei ja, jij... Ja, ik weet wat er toen gebeurd is. Oké? Zullen we vrede sluiten? We kunnen alles wat er gebeurd is... Gewoon achter ons laten. Jij vervolgt jouw weg en ik de mijne. Ik hoop dat ik me vergist heb. Ik hoop dat Diego je wel echt gelukkig zal kunnen maken. Ik zie liefde in Diego's ogen, in zijn gebaren. Wanneer hij mijn hand vasthoudt of voor me zingt. En die liefde wordt met de dag groter. Maar hoe ik ook mijn best doe, ik kan Leon niet vergeten. En die afstand tussen ons doet me veel verdriet. Ik wil gelukkig worden met Diego, maar waarom is dat zo moeilijk?